We gaan leren klok kijken met kwartieren. Eerst eens kijken of je de hele en halve uren nog weet. Hoe laat is het hier? De grote wijzer wijst naar beneden. De kleine staat tussen de drie en de vier. Hij is onderweg. Naar de vier. Het is half vier. Een half uurtje later. De grote wijzer wijst weer naar boven, naar de twaalf. De kleine wijst recht naar de vier. Het is vier uur. Weet je het nog? Nu zetten we de grote wijzer een kwartier verder. Kijk eens naar de kleine wijzer. Die is net over de vier heen. De grote wijzer laat zien, het is een kwartier over 4 uur. En dat noemen we kwart over 4. Weer een kwartier later is het half 5. En let op, we gaan nog een kwartiertje verder. Kijk weer eens naar de kleine wijzer. Die is bijna bij de vijf. Bijna. Nog niet. Hij is nog onderweg. Het is dus bijna vijf uur en dat duurt nog een kwartier. Dat zien we aan de grote wijzer. Het is dus een kwartier voor vijf uur. En dan zeggen we kwart voor vijf. We gaan er nog een paar oefenen. Hoe laat is het hier? 9 uur. Als ik hem nou een kwartier verder zet. Hoe laat is het dan? Het is kwart over negen. Een hele andere. Even kijken. Zo draaien de wijzers van de klok. De kleine wijzer is dus nog voor de elf. De grote wijzer staat hier. Dan is het kwart. Voor elf. Kwart voor elf. En deze. We zitten in de buurt van de zeven uur. Maar is het nu kwart voor of kwart over? Zo draaien de wijzers van de klok. Dus het is kwart over zeven. En kwart over zeven s'avonds is bedtijd. Ga je ook om kwart over zeven naar bed? Of mag je langer op blijven?